Een patatje met, alstublieft. Nou, daar komt hij aan. Ouderwets frituur is er niet meer bij, hè? Nou, hij wordt nog steeds gefrituurd. Er zit namelijk een grote vriezer in met friet. En die wordt nu gefrituurd in een frituur, gevuld met olie. Wat wil je voor saus? Mayonaise. Mayonaise. Waarom een frietmachine? Omdat die er nog niet was. Er zijn in de wereld heel veel initiatieven geweest om een frietmachine te bouwen. En sommigen hebben het daglicht ook gezien. Maar zijn kort daarop verdwenen, omdat het toch wel een hele complexe machine is geworden. Hè, een vriezer van min 18 graden en een frituur van plus 180 graden in één machine is geen eenvoudige opdracht. En daarnaast mag die niet geuren en moet die natuurlijk helemaal veilig zijn. Het ging ook niet in één keer goed, hè? Dit is prototype nummer 2. Wij hebben prototype nummer 1 hebben wij zelf gemaakt. Die voldeed gewoon niet aan de verwachtingen uit de markt. En toen hebben we de Universiteit Wageningen gevraagd om ons te gaan helpen. Te ondersteunen. En dat hebben ze gedaan. Want deze is kleiner? Ja, hij is veel kleiner. Dus de andere was 2,5 meter. Deze is 1,83 meter. En dat is de internationale automatenstandaard. Zodat we een Coca-Cola-machine eruit kunnen halen. En een frietmachine in de plaats kunnen zetten. Wat waren nou de uitdagingen van deze frietmachine? De echte moeilijkheid zit hem in de distributie van de friet. Want friet, als je dat gaat... als het een frituur ingaat, dan gaat het breken of dan wordt het tot moes gedraaid. Nou, en dat hebben we dus opgelost. En daarna is het de lucht die bij het frituren vrijkomt, om die dus helemaal te reinigen. En dat is ons gelukt en op beide zaken hebben we ook patent aangevraagd. Ja, ik ruik nu nog wel wat frituurlucht. Ja, en dat is omdat we de hele dag bezig zijn om iedereen te laten zien hoe de kast er nou van binnen uitziet. Hoe lang duurt dat nou, zo'n patatje? 2 minuutjes. Dus we kunnen hier zien op het rode streepje dat we er bijna zijn. Is dit nou de toekomst? Wij denken dat er wel toekomst in zit. Waarom? Omdat we kunnen overal worteltjes in de kantines neerleggen. Maar mensen willen af en toe op z'n tijd ook een frietje eten. Dus de frietzaken die zijn op de hoeken van de straten verdwenen. Nou, en naar deze machine die gaat de doelgroep toch bedienen. Daar komt je frietje aan. Allemaal voor je uithalen. Pas op hoor, hij is heet. Heel heet. Ja. Maar wel een beetje zout, toch? Gewoon een patatje. Dat zit in een doosje. Mayonaise. Vorige keer. En de zout. Want je vroeg hem met